Uh, het grappige is dat ik in alle interviews heb gezegd: het is totaal iets anders. Verlies van je kind of verlies van je man. Ik heb er nu veertig op zitten en ik weet wel, het is loodzwaar. En ik heb altijd gedacht dat ik het, of in die maanden gedacht dat ik het kon scheiden. Het is eigenlijk niet te scheiden. Ik merk toch dat het aan me gaat vreten en dat het toch zwaar is en blij zijn als de tour in die zin weer afgelopen is dat het verlies, verlies en het verdriet. Wat ik voel, dat dat weer van mij wordt.